Ja? Ja. Gaat er iets buiten wel? Hallo vrienden van Urk. Rechtop. Mars vooruit. Seizoen 7. Ik heb er eigenlijk best wel vermaakt. Zie je dat? We hebben er alleen al mee zo gereden. Oh, dat is echt die Teun. Die klotste Jorgaven. Echt wel. Waar is Teun? En dan kom ik uit die put. Ik zit vast. Ik heb een deur. Nou, als je met greep werkt, die gaat gelijk in de 6, die slaat 5 verschillende open. Ik heb een cadeautje voor je. Ik ga pas iemand niet van plan om een bol neer te zetten. Nee, maar dat moet je gewoon even doen. Nee, ik zal de kaasliggies over zo ophangen. Oei, mensen. Nou, dat moet toch. Maar dat is in november part of show. Nee, dat is Vesterland. Dus af en toe moet je even flink op de rem trappen. Oeh, wat doet die nou dan? Oh, ik dacht van, wacht even. Zie je, die zit overal aan. Loop mijn gevoel aan. Ja. Hey, seizoen 7, hoe ging dat? Dat ging best wel rustig, hè? Ja. Ja, dat ging wel goed. Ja. Ging wel lekker. Oh nou, die polen moeten eens lijsten. Geen kant op. Grote zuchtig is. Ik heb wel een laag dat ik volgens mij best boos moet. Je zat nog zo'n stukje erop. Afijn. Dag. Ja, maar dit toch wel een test. Nee, je moet hier al alles al proberen. Ja? Ja, maar ben je ook mooie dingen meer maken? Ben zeker ook mooie dingen meer maken. Ja, echt wel. Heftig. Dat is als een kind jarig is, dan hebben ze niks om uit te delen op school. Ze krijgen geen cadeautje. Dit is voor een meisje van 4 tot 6 jaar. Vind je dat niet aardig indrukwekkend, Esmee? Seizoen 7 met heel veel verschillende onderwerpen. Ja, hier kun je wat uitstappen. Ik denk. Je wil. Gas, gas, gas! Hij zit wel leer op je beentjes. Ik moet je kras. Van gek tot heel serieus. Was niet van hoe ook zo warm dan werk. Wij hadden geen vetpot. Wij was het 12 of het stingen wel in de feest. En voorgezet onderwijs had? Nee. Ik heb 2 keer groep achterdoen en ik ben 2 keer blijven zitten. En toen ben ik aan het werken gewoon. Hoe zou je de dynamiek met Tony omschrijven dit seizoen? Naar dekbedden. Ja, man. Hoe moet je dan met naar dekbedden? Nou, lekker fris. Of een mooie overtrek of zo. Je gaat toch niet voor een appartement met je vakantie weer naar de overtrek? Hallo. Goedemiddag. Deze heb ik gisteren ook. Kan ook heel mooi zijn. Kijk, wij zijn al 33 jaar zo. Dat is toch een kanger. Dus... Meestal een normaal mens moet op het strand zitten. Dus hier moet ik mee komen. Even vijftel. Als je wat een vallen bent. Nee, maar dat zijn ik verder. Heel veel lol aan de Costa del Sol. Daar ben ik het mee. Druk, de serie gaat mij heel makkelijk af, maar alleen het voor elkaar krijgen op tv, om eens op te zoeken, dat is heel erg moeilijk. SBS 6. Sorry, ik kan de zender niet vinden. Probeer wat anders te zeggen, laat even het zien. Ga naar RTL 4. Ik krijg dat kleine ding niet aan. Even ben ik met een mode. Ik heb 2 linkerhanden. Je kunt dat vandaag iets wel een lichtslang ophangen. Hij lekt! Hij lekt? Ja, man. Gewoon aanzet. Ja, die met je leuk idee en ik kan alweer ramen lopen. Luister dan. Dit is mijn idee. Alvast. En dan kijk je voor kraag, poen netjes. Vind je het netjes of dit? Ja, zeker. Dat is goed met je. Maar ja, kijk maar eens wat we toch wel bereikt hebben. We hebben toch hartstikke mooi voor elkaar. We hebben 2 linkerhandjes. Ik hoop niet met z'n stak hoor. Let op. Een toverstafje. Dat kun je zo goed. Nou, dat is 2 keer €50. Hier voor 5, hier voor Klaas, hier voor mij. Wat vonden wij van deze seizoen 3? Ja. Olivier? Top. Net even verkering. Do you speak the Urker language already? Ja! Wodka, Poetin, wat hebben we nog maar voor. Pas, je hoeft daar niet zomaar wat je binnen te zijn. Ik zou Poetin achter me. Ja, dat mag dat maar niet doen. Hij kan zich hier overboord dan. Kom maar. Moeilijk. Goddeloos, meisje. Is er nog wat veranderd? Zit een romper of niet? Nee, dit is gewoon een peggy. Oké. Okay. Hier ook, moet je die? Dat is echt heel hoog. Ja. Ja, heb je zin om wat te doen, stuk in lopen of zo, even met doen voor de... Nee. En elke bewering is... Zet hem op, joh. Succes vandaag. Ja, bedankt.
En Puff Team ook allemaal succes, hè? Ja. En hij is mega mooi. Oh. Dat is dit. Onze vreugde in het leven. Lekker, hè? Hij is echt aan het genieten, hoor. Ja, is een leuk zo'n kleintje, maar er is er nog eentje gekomen. Kijk voor een mannetje! Yeah! Yeah! Nog een keer voor een jongen! Het wordt allemaal alleen maar leuker. Het wordt alleen maar leuker. Hey! Ik hoop echt dat de baby het rustige gedrag van Klaas krijgt. Zet hem eerst maar zo. Kun je me elkaar rommel doen, hè? Je zus te groot. Helemaal niet, man. En we hebben ook nou een naaie bank. Ja. Dat geduldige, zeg maar. Ik heb dat niet. Klaas komt die balletjes brengen. Oh ja, die kan hem dan meenemen. Zal ik hem zo even bellen? Vraag of hij hem zo brengt. Ik wil hem meenemen als je die balletjes brengt. Oké. Okay. Nee, hij moet hem nou brengen. Nou. Bel hem nog even een keer aan. Waar hoop ik op dat onze kleine meid meekrijgt? Daar hoop ik dan toch wel dat ze... Not your fault, I can be what you need, baby. Hey, doe... Hey. Hey. Stommert. Ik ben vooral blij dat ze allebei gewoon gezond zijn. En nu is het voor ons gewoon aftellen. Butler, champagne. Champagne alsjeblieft. Pak maar op. Zeg maar dat we buren zijn. Lieve kijkers, wij wensen jullie een gezond 2023. Net zo'n lieve en geduldige man als mij. Gezonde kleinkinderen. Luisterende kinderen. Ja, dat zou ik ook wel leuk vinden. En het schone huis. Shit, en stoppen met roken. En voorlopig zijn jullie nog niet van ons af. 14 februari komen we weer voor seizoen 8. Ik heb er zin in. Nou, doeg! Oh.